Het is maandagavond 1 december en ruim voor aanvang van FCM en Almere City is het ontzettend druk in de Jensvesting. De reden, Rintje Ritsma geeft een lezing. Ja, klopt. Ja, leuk. Ja, ik doe een kleine aftrap voorafgaande aan de wedstrijd. Dus ja, is leuk om te doen. En met meer dan 275 aanmeldingen kan er geen kip meer bij. En dus is commercieel manager Henk Eysing een tevreden man. Ja, dat klopt. De aanmeldingen bleven maar binnenstromen. En we hebben het record alle tijden, maar liefst 275. 275, de ruimte is eigenlijk te klein. We pakken het spelersom er zelfs voorbij. 275 aanmeldingen. Fantastisch toch? Ritsma heeft een schat aan ervaring opgedaan in zijn sportcarrière en weet hier boeiend over te vertellen. Live your dream, hè? Daar gaat het een beetje over. En ja, als je plezier hebt in de dingen die je doet en je doet dat met passie, dan kun je daar heel succesvol in zijn. En er zitten veel ondernemers, dus zullen ook veel ondernemers heel veel dingen herkennen. En dat is leuk aan het verhaal. De avond wordt aangeboren door Erik Ambergen van sponsor Von Fiel. Wij zijn sponsor van het team van Rintje Ritsma, Hollandse Jongens. Dat zijn zijn raceteam. En bij het sponsorschap van Rintje, daar hebben wij als Von Fiel en Jens een presentatie mee in zitten. En aangezien FCM het zo goed doet, hebben wij besloten om deze presentatie hier beschikbaar te stellen voor de FCM en de sponsoren. Ja, het slaat aan, hè, want het zit bom en bom vol. Ja, geweldig toch? Hè? Hebben we allemaal plezier van. En het publiek luistert ademloos naar de lezing van Ritsma, die tegenwoordig regelmatig van dit soort lezingen geeft. Maar iedere avond wordt door de viervoudig wereldkampioen Allround anders ingevuld. Hij vindt het leuk en hij doet allemaal de losse pols. Hij heeft geen verhaal waar hij elke keer opdreunt. Hij gaat elke keer een ander verhaal vertellen. Vragen uit de zaal zijn welkom. En hij heeft heel veel te vertellen, hij heeft veel meegemaakt. En ja, het is leuk om zo'n bekende Nederlander te mogen aanhoren. Emmen speelt die avond tegen Almere City. Een belangrijke wedstrijd in de tweede periode. Iemand als Ritsma weet bij uitstek hoe je redelijk ontspannen naar zo'n wedstrijd toeleeft. Nou ja, ontspannen. Je moet je mentaal klaarstomen voor zo'n wedstrijd. En dat is een mindset. En dat is je moet een groepsgevoel creëren waar ze natuurlijk altijd al een heel jaar mee bezig zijn. En want uiteindelijk moet je het met z'n allen doen. En als je met z'n allen de neuzen de goede kant op hebt. En je hebt dat voor elkaar over en je wil voor elkaar knokken. Ja, dan kun je als team zo'n wedstrijd moet je dan binnenkoppen. En met een gevoelstemperatuur van -6 zal Ritsma zich die avond in ieder geval thuis voelen op de tribune. Ja, het giert nog net on, maar de voetbalwedstrijd gaat gewoon door straks. FC Emmen TV, het magazine van FC Emmen met interviews, doelpunten, achter de schermen, achtergronden en latjetrap gaat verhuizen. Vanaf 8 december niet meer wekelijks op dinsdag, maar op maandagavond op Podium TV.